Oké, misschien wel het slechtste intro wat ik ooit gemaakt heb van een video. Sorry daarvoor. Nou, kom maar snel op met het intro, dan kan ik me even klaarmaken. Kijkers van Harm Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Ja, hij is alweer gloednieuw. Eigenlijk snap ik de YouTubers die zeggen dat elke video niet gloednieuw is ook wel. Want ik werk natuurlijk een beetje vooruit, dus eigenlijk is deze video anderhalve week uit. Maar ja, een paar weken geleden vroeg ik of een paar YouTubers met mij wilden boksen. Ik dacht uit, Jetter, Lux Leventje en Klanting Games. Dat kan je nu even zien. Ik daag uit Jetter, Lux Leventje en Klanting Games. Kom boksen. En dan vragen jullie je vast af, hoe hebben de YouTubers gereageerd? Van Klanting Games had ik de reactie dat hij eerst een diss-track af wil maken. Nou, prima, we praten daarna wel verder. Maar ja, die komt natuurlijk ook uit België. Niks mis met Belgen. Belgische kijkers, blijf, blijf. En dan van Jetter had ik de reactie dat hij liever met Dries van Langehoven wil boksen. Moet toch even opzoeken wie dat nou is. Ben ik nou echt dom als ik dat niet weet? Of is dat gewoon zo'n bekende Vlaming die niemand kent? Eens even kijken. Dries van Langehoven is de oprichter van de extreemrechtse Vlaams-nationalistische jongerenbeweging Schild en Vrienden, die landelijke bekendheid kreeg na de panel-uitzending op 5 september 2018. Van Langehoven werd daarna lijsttrekker voor Vlaams Belang in Vlaams-Brabant bij de federale verkiezingen op 26 mei 2019. Nou, dan weten we dat ook weer. Jetter had officieel gezegd, sorry man, jou ga ik niet boksen, ik ben aan het wachten tot Dries van Langehoven mij wil boksen. Reageert iemand daaronder, loser, hebt gij iets tegen Dries? Reageert Jetter daaronder, nee man, harde werker, hij heeft in 1 uur alle eieren verkocht. Ik moet wel of onder een steen hebben geleefd, of het zijn gewoon Belgen die ik niet begrijp. Het zal waarschijnlijk wel aan mij liggen. Voor de mensen die zich afvragen, ben je dan wel serieus aan het oefenen? Natuurlijk ben ik keihard aan het oefenen. We hebben hier gewichtjes. En dan heb ik hier zo'n bal van 2 kilo. En dan gooi ik die zo omhoog. En dan weer zo. En dan zo. En dan zo. En verder ben ik telkens ook aan het boksen. En zo. Dus ik ben echt heel goed bezig. Jullie kunnen hier nog een filmpje zien van mijn training trouwens. En dat is hier. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Deze hele video niet begrijpen, ik zal het even uitleggen. Heel veel mensen begrepen niet dat die uitdaging sarcastisch was. Om dat nog duidelijker te maken, had ik in de beschrijving het volgende gezet. In deze video ga ik het hebben over boksen. Boksen is echt een hype op YouTube nu. Daarom moet ik natuurlijk ook meedoen. Daarom ga ik heel serieus boksen tegen Lux Leventje, Jetter en Klanting Games. Ik vind dit dus echt een hele leuke hype. En bij 20 likes ga ik ook boksen tegen Marnik van een GameStad.
Ik snap niet dat mensen niet begrijpen als ze zoiets lezen dat het sarcasme was. Ik bedoelde helemaal niet dat ik met iemand wil boksen. Ik ga met niemand boksen. Ik kan helemaal niet boksen. Ik ben een beetje Harm, maar dan voordat hij ging boksen, snap je? En dan, of ik ben een beetje Tim, maar dan nadat ik ging boksen. Of tijdens dat ik aan het boksen ben. Dat je nog steeds een beetje zo aan het slaan bent en denkt, ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat ik aan het doen ben, maar ik ben wel aan het boksen. En nu probeer ik mijn imago weer wat op te krikken door een bokswedstrijd te doen tegen een gaming YouTuber die eigenlijk veel beter wel heeft geoefend, terwijl ik het eigenlijk heb nagelaten. Het idee van boksen. Dat deden ze ook in Amerika trouwens, met KSI versus Logan en dat soort dingen. Allemaal geld binnenhalen, imago opkrikken, al dat soort dingen. En dan moet je uiteindelijk bedenken dat Harm van Het Games, degene die bokste tegen Tim, die heeft het uiteindelijk nog voor moeten betalen ook. Mijn video is klaar.